Michiel, Thomas, Stefan. En dit keer hebben jullie bepaald dat we de grote Dixie race moeten gaan houden. Ja, Dixie race! Nee! Oké, jongens, de kijker heeft vandaag bepaald dat we moeten gaan stunten met een Dixie! Ja, dat betekent 3 Dixies, 3 sukkels, 1 berg. En we moeten die Dixies eigenlijk naar beneden zien te krijgen. Hoe we dat gaan doen, geen idee. Ik stel voor, we krijgen allemaal een uurtje de tijd om boodschappen te doen. En dan zie ik jullie zo meteen terug, want dan gaan we die Dixies in elkaar vallen. Dat is echt een zo'n bizar idee. Maar waar zijn die 3 sukkels dan? Nou, ik zie er in ieder geval eentje. We zijn nu onderweg naar de bouwmarkt. We zijn weer gewoon een bouwmarkt binnengelopen zonder te vragen, mogen we filmen? Ik ga van die karretjes halen waar wieltjes onder zitten. En dan ga ik met karretje en al ga ik ze onder de Dixie proberen vast te maken. Ben jij onze Dixie specialist? Jazeker. Ik moet die Dixie rijden krijgen. Dit zou dit een beetje lekker van zo'n weg afgaan? Ik zou die pakken. Deze pakken? Nou, dan pakken we deze. Ik ga voor deze 2. Er zitten grote wieltjes onder. Dus dat moet lukken. Auw, dit is echt heel dom wat er net gebeurde, hè? Ik wil me zo beet pakken en pak zo vol een cactusbeet. Oké, we zijn terug van de boodschappen. De Dixies zijn zojuist gearriveerd. Is het gelukt? Het is, ik heb wel een leuk idee. We kunnen beginnen, jongens. Als jullie deze even aanpakken. Pak deze even aan. Nee, joh, hij! Gozer! Deze moet dus daar naar boven en dan gaan we naar beneden. Oké, top. Nou, laten we ze naar boven duwen, jongens. Duwen, Toon, wat sta je te kijken? Duwen gewoon! Nee, gaat niet goed. Nee, luister nou even, we kantelen hem. Ja! Duwen! Ja, jongen, duwen! Zijn er bijna. Ja, wat de jongens niet weten is dat gewoon het paaltje kon naar boven. Dus we kunnen gewoon de Dixies naar boven brengen. Maar ja, die jongens zijn natuurlijk niet zo slim. En ik ga even die Dixies naar boven brengen. Je moet trekken, gast! Ik ben aan het trekken, mogol! Krijg de fucking tering. Hey jongens! Nee, maar echte sporters doen het like this. Luie flikkers doen het like that. Ik denk, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Ja. Eens. Had je ook iets eerder kunnen melden? Verdomme. Oké, jongens, de Dixies zijn boven. We krijgen nu allemaal een half uur de tijd om je Dixie te repareren, om te preppen. En het één ding, je moet naar beneden. Ja, dat was het hele idee. Ja oké. Nee, dan gaan we dat doen. Half uur de tijd. Jullie krijgen nog spuitbussen. Kunnen we nog even mooi designen. Gaan we even pimpen. Precies. Let's pimp die shit. Kijk, eerlijk heb ik wel echt het beste idee van allemaal vandaag. Want ik weet niet wat jij aan het doen bent. Maar dit ziet eruit alsof je net hebt leren knutselen op de basisschool. Ja, ik weet het. Maar ik had gewoon een beter idee vandaag, ja? Deze Dixie wordt een dildo. Dildo gaan meestal ook vrij snel, vrij krachtige dingen zijn altijd. En dat straalt deze Dixie zo meteen ook uit. En daarom ben ik voor de kleur felroze gegaan. Ja, het is klaar, jongens! De Dixies zijn klaar! Het is nu showtime en ik wil nog wel heel even bij vertellen voordat we dit gaan doen. Doe dit thuis niet na. Nee. Mocht je dit nou thuis na kunnen en willen doen, doe dat niet. Nee, wij doen het voor jullie. Ja. Precies. Dus ik ben ready, jongens. Ik heb mijn helm op. Jij ik ga mijn eigen Dixie uitproberen. Ja, ga erin. Wij zetten hem klaar en dan kunnen we beginnen. Maar ik heb er vertrouwen in, jongens. Als ik zelf op een woont eiland zou zitten, dan zou dit mijn redding zijn. Maatje, succes. Zet hem op, Giel. Je kan dit, hè? Ik doe nog even gordel bij om. Oh, ik krijg gordel op. Ah, fijn, man. Dat werkt ook echt heel goed. Wat is dit? Je gaat hem vasttapen. Het is een gordel. Het is een gordel voor de vijf. Oké, let's go. Ben je bang? Of ik bang ben? Ja! Ik weet niet eens of het werkt. Top! Het is kijken of mijn Dixie werkt, jongens. Oké, 3! Ik vind die gordel een heel dom idee. Hey, go! Oh! Jongens! Oh! Oei, 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 oei! Duwen! Hey! Vamos! Raad niet! Het idee lijkt dan echt briljant. Maar de uitvoering is iets minder. Hè? Als dit dan niet werkt, dan gaat mijn Dixie helemaal nergens heen. Ik ga nog een keer proberen. Harder.
Gaat het? Oeh, ik kon net echt. Oh, ik kon op het laatste moment uitspringen. Holy fuck. Oh, geen goed idee. Oh, mijn enkel. Je vloog wel mooi door de lucht, ouwe. Oh. Conclusie, mijn Dixie werkt niet. Oké, jongens, mijn Dixie was absoluut geen succes. Nee. Thomas, als jij je gevoel bent achterna gaan, dan werkt jouw roze dildo 100%. Ja, want je gaat als een raket. Nou ja, ik heb er weinig vertrouwen in, maar ga maar zitten. Ja, we gaan het gewoon proberen. Let's go. Kom op, jongen. Ik zeg, geef hem een jacko. In je wiel, ik ben je wiel verloren. Kijk het. Jij pelt er wel wielen, man. Hier, daar ging je kut idee. Dit gaat toch nooit werken, man? Oké, maar dit is echt gevaarlijk, hè? Luister, we hebben net gezien dat twee dicties absoluut niet werken. Ja, maar bij mij zit die deur er nog op, dus je kan er niet in. 3, 2, 1, go! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh 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 oh. Ja, hij werkte! Mag ik 2? Yes! 3. 2. Hey, go! Ja, 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 ja. Gaat het, jongen? Ja, ik heb geluk gehad, ouwe, want ik klapte echt vol op mijn pols. Oké, laten we naar het asfalt gaan. Ja, hey, ik doe hier niet mee. Wel, lijkt me leuk. Ja, hou op. Ik vind het eng. Je moet afscheid nemen van je Dixie. Als ik 16 was geweest, dan had ik het zo gedaan. Ja, maar luister, we zijn stuk, we laten ons niet kennen, jij laat je niet kennen. Voor je het weet, ben je zo beneden. Fuck it, iemand moet het doen, hè? Ik ben weer de lul. Het is niet anders. Ja, Steve, je bent wel onze stuntman. Ja, dat is waar. Ja, ik ben zo bang dat hij gaat kantelen, maat. Dat is gewoon, en dan flikker ik tandhard op het asfalt. Wil je nog iets zeggen tegen de kijkers thuis? Je krijgt nu nog de kans. Ik hoop dat ik dit overleef. Ja. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Top. Let's go! 3, 2, 1! Leef je nog? Opstaan, opstaan, bewegen! Ja, hij beweegt nog. Hij ligt in de brandnetels. Dat is echt pijn. Ah, oh, dat is echt pijn. Ja, hij staat nog. Ik zei toch dat het een kut idee was. Gaat het? Ah, fuck hell. Ja, het was niet heel goed. Nee. Waar kwam je terecht? Knie. Tering, ik sprong echt maar net over dit fucking betonblok heen, hè. Het zag er heel soepel uit. Oké, okay, ik dacht dat we de aflevering al gingen afsluiten, maar toen riep Stefan, nou nee, ik wil nog een keer. Ja, ja. En toen zei Toon, nou dan ga ik erbij zitten. Nee, ja, ik wil heel graag met hem mee, want ik laat hem natuurlijk niet in de steek. Hè? Oh ja, ga het nu zo doen! Ja, 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 ja. Let's go, kom op. Jongen, jongen, nou, drone hangt, let's go. Ik heb een kapitein nodig. Ben je klaar voor? Ja, ja. 3! Maakt u klaar voor deze proefvlucht? Daar gaan we dan. En go! Welkom bij Dixie Airlines, we gaan nu rechtdoor. Holy fuck! Holy fuck! Holy fuck! Oh! 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 Oh, oh fuck! Heel veel! Heel veel! Ik wil eruit! Ik wil eruit! Ik wil eruit! Gaat het? Nee. Well done! Steve, zullen we nog één keer? Nee. Oké, okay, dan sluiten we de video met deze af. Ja, helemaal klaar mee. Tot volgende week! Joejoe! Doe dit soort dingen vooral thuis niet na, want het is levensgevaarlijk. Het is eigenlijk super dom dat wij het zelf doen, maar wij vinden het leuk. Maar ja, daarom hoef jij het thuis niet te doen. Geef even een duimpje omhoog. Laat in de comments even weten wat jij ervan vond. Ga naar onze website, voer daar jouw opdracht in. En je weet, voeren wij dan volgende week voor je uit. Je kan ons ook volgen op Instagram en Facebook. En vergeet vooral niet voor het belletje te klikken bij de abonneerknop. Dan krijg je automatisch een melding als wij een nieuwe video hebben geüpload. Tot volgende week.